Welkom op Terschelling, voor velen het mooiste Waddeneiland. Je kent Terschelling waarschijnlijk wel van het Oerol Festival. Een hele gebeurtenis voor een eiland dat nog geen 5000 trotse bewoners telt. Maar Terschelling is meer, want je kunt er namelijk letterlijk lopen over water. Hoe dat kan, vertelt Arjen Kok, eilandkenner en drinkwaterdeskundige. Verder ga ik kijken naar de wonderlijke vondsten in het Wrakkenmuseum. En ga ik met de boswachter het prachtige reservaat de Bosplaat in. Ook zien we Maarten van 11 jaar, de jongste vogelaar van Terschelling. En krijgen we antwoord op de vraag waarom dit eiland de meeste zonuren van Nederland heeft. Maar eerst ga ik met de markante Hessel Wiegman in alle vroegte op zoek naar zieke dieren. Een levenstaak voor deze eilander Puursang. Het is te rustig, hè? Jemig, man. Geen stapleugen. Geen stapleugen. Eigenlijk is het wat je altijd tegenkomt, wat uit zee komt, heeft altijd te maken met vervuiling, hè? Ja, dat weet je wel. Maar ja, net als vissers ook, er zijn veel vissen die nemen hun oudernetten al mee en die leven er zin. Ja. Maar er zijn ophoog vissen die donderen gewoon overboord. Ja. En er komen vogels in, er komen allerlei dieren in, ja. Dolfijn, bruinvis en noem maar op, zeehonden, alles komt erin. Hessel is iedere ochtend op zoek naar zieke dieren. Maar ook naar de rotzooi van een ander. Die ochtend vinden we geen zeehonden. Maar wel komen we de grootste ergernis van Hessel tegen. Visnetten. Hier heb je er een. Ja. Kijk, dit krijgen ze om een kop, hè. Zo. Kijk, dan snijden we dat er even af. Dan hou je dit over? En dan hou je dat over. Jongen. Daar word je toch niet vrolijk van? Nou ja. Als je dit nou vindt zo, hè? Ja. Je snijdt het net, vindt hem zo. Ja. Maar moet deze dan niet afgemaakt worden gewoon? Nou, hij markeert verder niet. Hij is helemaal gezond. Ja? Ja. Maar ik kan me wel eens voorstellen dat je ook wel eens een beest treft wat niet meer te redden is. Nee. Maak je het dan af? Nou, ik zelf niet. Dan ga ik naar het dierenarts. Maar waarom doe je het zelf niet? Nou, ik ben er niet geschikt voor. Ik kan het niet. Ik kan dat zelf niet doen. Als je de natuur zijn gang laat gaan, dan gaan beesten toch gewoon dood? Ja, ja, zeker. Maar jij wil ze redden? Maar als je een groot stuk net niet meer herkent, dan ben je er niet meer. Dit is de natuur. Als de dieren zo zwak zijn dat ze allemaal ziektes krijgen, dat is ook geen natuur. En dan heb je 35 kilo net aan je nek hangen, wat er helemaal ingesneden is en gedaan. Dat heeft toch helemaal niets meer met de natuur te maken. Ik denk dat wij dan eigenlijk toch wel de schuldigen zijn die dat veroorzaken. Kijk, dit is weer iets anders. Dit is nou een zeehond met stookolie. Dat zie je aan dat is helemaal onder. Dit is helemaal onder. En dit is een Pieterburen, hè, inmiddels? Dit is een Pieterburen inmiddels. En hier krijg je niet voor betaald? Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet? Nee. Ik moet wel een passie lezen natuurlijk, anders dan weet je niet zo gek om als je die beesten ondervliegen. En dat is hij inderdaad. Een man met passie. Al meer dan 50 jaar jutter en de zeehondenredder van Terschelling. Ja, de kleintjes die gaan natuurlijk wel goed, kijk. Dan klappen we hem zo omhoog. En dan knijpen we weer zo vast. En dan met meerdere mensen en dan draai je hem om? Ja, meestal, de zeehond legt meestal niet op zijn rug natuurlijk. Jij nou toevallig wel. Ja, ik wil even kijken wat er gebeurt. Jij lacht jij maar. Als jij hier nu zo staat, wat voel jij? Want dit ken je natuurlijk als geen ander. Hier zo een beetje staan, een beetje kijken. Kijk, er zijn ook mensen die gaan naar het museum, die staan helemaal... Hier is te kijken naar een groot schilderij. Nou, moet jij kijken wat een schilderij ik heb hier nog. Maar ja, je moet ervan houden. En hou je ervan? Ik vind het prachtig. Schitterend. Al die jaren? Ja, het is ook elke dag anders. Ja. Mooie mensen, mooie verhalen en lopen over water. Toch? Koud en koud ook. Koud. Valt mee, hoor. Ah, joh. Oh, watjes. Watjes. Thank you.